2015, ik was gisteren in Den Haag en ging even een sfeerbeeld maken van een binnenhof, ging even filmen. En toen werd ik aangesproken door twee mannen van de politie en ik mocht niet filmen. En toen zei ik, is het verboden om te filmen? Toen zei ze, nee, het is niet verboden. Maar ik zei ook wat tegen een iemand, ik zei ook iets over iemand van de politiek of Geert Wilders, dat ik hem zou uitschelden als ik hem tegen zou komen. Maar dat was maar voor de grap. Dat meende ik niet echt. Dus dat. En ik vind het belachelijk. Want later ging ik toch weer filmen. En toen zei ze dat ze hadden gezegd dat ik niet mocht filmen. Terwijl ze dat niet hebben gezegd. Dus fuck you. Fuck you. Kanker Den Haag. Kankerpolitiek. Kutpolitiek. Kankerpolitiek Den Haag. Je zit gewoon keihard de fucking te liegen. Want die hebben wel gezegd dat je mag filmen. Want toen ik vroeg, is het verboden om te filmen? Zeiden jullie, nee, het is niet verboden. Dus jullie liegen gewoon kankerhard. Dit is kankerpolitiek. Dus dat wil ik even zeggen. En verder was het wel een mooie dag, want het was heel mooi weer. En ik laat mijn dag niet verpesten door die kankerpolities van Den Haag. Want ze hadden ook alles van me weten. Ik had mijn legitimatie niet bij me. Maar toch was alles van me weten. En ze zeiden ook dat ik meer filmpjes had gemaakt. Waar ik in schelde en toen ging er volgens alles aan mij en zo. Wanneer dit, wanneer dat is en zo, bla bla bla. Dus, fuck you. Het gaat jullie niks aan. Ga maar lekker bonnetjes uitschrijven of zo. Dus dat wat ik even gezegd hebben. Gezegd hebben en